Een hele goede dag vanuit Roswald in Overwallis. Het sneeuwt, we hadden het aangekondigd, er zou nog veel meer sneeuw gaan komen. En vooral aan die zuidkant van die Alpen. Ja, hier op Roswald, maar ook in het dal in Termen, in grote delen van Overwallis sneeuwt het gewoon tot in de lagere delen. En daar is het inmiddels compleet winter met een pak sneeuw van 10 tot 20 centimeter. Ja, hier op Roswald ligt op dit moment zo'n meter sneeuw. Deels al heel goed gezet, deels heel mooi poeverig. En de neerslagintensiteit is pak een beet zo'n 10 centimeter per uur. Ik heb toen straks hier die veranda een beetje sneeuwvrij gemaakt. En ook het weerstation, wat gewoon niet meer goed kon meten door die sneeuwkoepel die erop ligt. En je ziet het, inmiddels is er weer zo'n 10 centimeter gevallen. En het sneeuwt vandaag lekker verder. En dat geldt niet alleen voor Oberwallis. In grote delen van de Alpen sneeuwt het. En in de lage delen van het oosten toe regent het ook. En dat heeft allemaal te maken met een Italië-laag, Noord-Italië-laag, wat vandaag via de Alpen naar Duitsland gaat trekken. En dat neemt in zijn bagage heel veel vochtige lucht mee. En is het dan koud genoeg? Ja, dan valt er sneeuw. En dat gebeurt vooral in die westelijke Alpen en die centrale zuidelijke Alpen. Hoofdkam, want daar doet ook de neerslagafkoeling nog een beetje zijn best. En dan trekt die sneeuwvalgrens nog verder naar beneden. Meer naar het oosten, Trentino, de Dolomieten. En nog verder naar het oosten, daar is het een beetje precair voor wat betreft die sneeuwvalgrens. Maar heel in het oosten sneeuwt het zelfs pas vanaf 2100 meter. En dat heeft te maken met hele zachte lucht, vooral op hoogte, die aan die oostflank van dat lage drukgebied over die Alpen uitstroomt. En aan de westflank van dat lage drukgebied, daar stroomt juist koudere lucht naar beneden. Ja, voorlopig sneeuwt het nog wel eventjes verder in grote delen van de Alpen. Of regent het natuurlijk in die lagere delen. Noordkant heeft ook te maken met veunige condities. Dat geldt meer voor die oostelijke noordkant. Ja, en als dat laag dan doorschuift naar Duitsland, dan gaat die stroming helemaal ronddraaien. We krijgen tijdelijk te maken met een biezen, met westelijke wind. Al gelang naar waar je zit. Maar die lucht wordt ook weer wat droger. En dan gaat die sneeuwval en die regen daar gaat eigenlijk weer uit. Ja, na maandag wordt het overal een beetje droog. In het zuiden kan nog wat sneeuw vallen. En in de loop van de dinsdag gaat het verhaaltje weer opnieuw beginnen. We zien maandag boven de westelijke Middellandse Zee, boven de Golf van Lyon, een volgend laag ontstaan. En dan opnieuw wordt de hele vochtige lucht vanuit de Middellandse Zee tot over die Alpen aangevoerd. Ja, we zitten dan in die wat koudere lucht en dat geeft natuurlijk weer sneeuw tot in die lage delen en dalen. Ja, en hogerop valt er natuurlijk nog veel meer sneeuw. Inmiddels op die gletsjers hier en daar al zo'n 2 tot 2,5 meter aan sneeuw. En daar komt dus vandaag en dinsdag en ook woensdag nog weer een hele lading bij. Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat die weercondities, die condities algemeen in de Alpen heel precair zijn. Enerzijds door het lawinegevaar dat heel groot is. Natsneeuwlawines heb ik al meldingen van gehad. Ook droge stuifsneeuwlawines. Blijf gewoon lekker thuis. Ga vandaag niet in die bergen op pad. En dan helemaal niet off-piste skiën. Ja, dan vanaf donderdag gaat het weer toch wel wat veranderen. Die polaire jetstream die tot dusver al die sneeuw heeft bezorgd, die steeds die westelijke Middellandse Zee indook en dan weer naar het noorden afboog richting Scandinavië, die gaat een westelijke koers verlopen. En dan komen we geleidelijk aan die warmere kant van die jetstream terecht. En onder invloed van een Atlantisch laag wordt met zuidwestelijke tot zuidelijke hoogtestroming dan steeds zachtere lucht aangevoerd. En aan die noordkant wordt het veunig en dat gaat dan ook weer hogere temperaturen opleveren. Dus die sneeuw daar in die lagere delen, die gaat toch wel weg. In die hogere delen, op die gletsjers en ook hier op Roswald, blijft die sneeuw gewoon liggen. Algemeen geldt, noordkant zacht, zuidkant een stuk koeler. Dat geldt vooral voor die inneralpine gebieden en ook die zuidkant, waar die warme lucht vanuit het zuidwesten wat minder goed in kan. Er kan in die zuidstad dan nog steeds wat sneeuw gaan vallen. Die sneeuwvergrens gaat wel wat omhoog door die zachte lucht. En die zuidkant pak een beet 1500 meter. In de dalen dan dus gewoon waarschijnlijk regen. Ja, hoe het daarna allemaal verder gaat. Of die koude lucht toch weer gaat terugkomen. Of die jet toch weer die Middellandse Zee gaat induiken. Of dat we misschien wel te maken gaan krijgen met noordstouwsituatie. Ik zou zeggen, volg het allemaal op www.alpenweerman.nl. En natuurlijk op onze sociale media. Ja, ik ga hier nog eventjes verder sneeuw schuiven. Morgen ga ik weer terug naar Termen en dan ga ik daar weer lekker sneeuw schuiven. En ik zou zeggen, vanuit Roswald in Oberwallis allemaal een hele fijne zondag gewenst. En blijf volgen, hè. Ciao!